Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video. Buenas tardes. Ik wou eigenlijk vertellen dat ik vandaag heel erg goed gezind ben, maar dat hebben jullie vast wel al gemerkt. Ik heb echt super lekker geslapen. Ja. We zijn gisteren al om 10 uur in bed gegaan om naar Mol te kijken. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Nee, het was 10 uur. Nee, iets later dan 10 uur. Iets later dan 10 uur, in ieder geval op tijd in ons bed gegaan. En je was weer al aan het geven. Dat is altijd als je stilstaat. Nee, dat is niet waar. En dan is nu natuurlijk de vraag, moet ik nu ook geven? Vaak gebeurt dat als iemand geeft, moet je ook geven, maar ik nu dus niet. Nu ben ik even mijn klussen. Dus ik heb echt super lekker geslapen. Ik werd vanmorgen wakker. En het was lekker warm in onze slaapkamer. Ik had dus zo, Eno heeft hij de wekker verkeerd gezet. Hij had gewoon een wekker 20 minuten te vroeg gezet. En dat zorgde ervoor dat ik dus heel rustig vanmorgen kon wakker worden. Nog even zo nog in bed, zo nog heel even zo snoezen. Nog even nog een tekentje hoger getrokken. Ook nog heel even ook nog op mijn smartphone aan het zien geweest. Vond ik wel leuk op deze manier rustig wakker worden. Dat is goed van jou dat je wekker verkeerd hebt gezet. Ik voel me wel moe eigenlijk. Ik ben niet aan het uitslapen. Misschien omdat ik het volledige bed in beslag nam en... Ja, waarschijnlijk. Ja. Je bent enorm uitgeslapen. Ja. Ik weet het niet, ik voel me echt lekker. Echt goed nu. En het is misschien ook... Oh, luierik. En het is misschien ook wel omdat we op citytrip vertrekken. We gaan morgen het vliegtuig nemen. Mogen we al zeggen naar waar? Mogen we alles. Dat zou het dan zeggen. Ik weet niet. Waarom niet? Nee, ik zou zeggen, als je benieuwd bent naar waar wij morgen op citytrip gaan, dan moet je kijken naar de vlog van morgen. Ah ja. Ja, dan kan je zien waar wij op citytrip gaan. We gaan dus met ook nog het vliegtuig. Ja. Ik ga ook niet te veel tips geven. We moeten niet overdreven lang vliegen. Ik denk dat we maar 2 uur, 2 uur en een half of misschien 3 uur moeten vliegen. Dat is niet zo heel erg lang. Misschien moet je hieronder in de reacties posten als je een idee hebt naar waar wij zijn geweest. En ik moet zeggen, diegenen die ons al volgen op Instagram, op Jolien_Jeno, die weten het al. Want als we dus iets doen, dan posten we live dingetjes op onze Insta-stories, op onze Instagram gewoon, ook fotootjes en zo. En ja, zo kan je Snapchat eigenlijk... Snapchat zitten we eigenlijk niet zo vaak meer, hè? Nee, Snapchat is een beetje passé. Moeten we dat eventjes officieel gaan zeggen dat we daar niet meer op zitten? Ja, Snapchat is een beetje passé gewoon, denk ik. Ik denk gaan we nu officieel zeggen dat we dat niet meer op zitten? Dat is officieel. Gaan we het verlaten, Snapchat? Ja. Echt? Ja, we zitten er toch niet meer op. Ik kijk er soms wel nog op, maar ik merk gewoon... ik kijk er soms wel, maar ik merk wel dat er heel weinig mensen nog Snapchat nog gebruiken. En volgens mij wordt het nog veel gebruikt, maar het is voor ons ook gewoon veel handiger als je niet 1001 apps moet gaan gebruiken om alles te delen. En op de duur moet je keuzes maken en ik denk dat Snapchat een van de minst gebruikte apps is die we tot nu toe gebruiken. Ik denk dat het komt doordat Insta Stories nu is uitgekomen. Ik ben er wel zeker van. Ja. Maar ik weet nog heel goed, voordat Instagram Stories er was, dan gebruikten we heel veel Snapchat. Iedereen. Dat is zelfs een periode geweest dat we, toen we in Japan waren bijvoorbeeld, of in Orlando, toen gebruikten we geen YouTube tijdens onze trips. Nee, maar wel even geleden, zo'n jaar geleden, zo gebruikten we, dat vlogden we niet. Maar we waren wel een soort van vlogs aan het maken in Snapchat. Ja, dat is waar. Dus ik gebruikte het extreem veel. We maakten wel denk ik 50 snaps op een dag. En allemaal video's van dingen die we meemaakten. En eigenlijk was het toen eigenlijk wel best wel leuk. Ik mis dat om zo kwijt. Maar nu kunnen we dat gewoon niet meer doen. Omdat we als we iets willen filmen, dan, of als we iets bijzonders zien, of weet ik veel wat, dan filmen we het met deze camera en dan houden we niet je telefoon ernaast. Nee, een beetje too much. Dus ik denk dat er gewoon een beetje aan het uitgaan is. Voor ons dan toch. Ik kan me wel voorstellen dat Snapchat wel nog steeds gebruikt wordt. Ja. Maar dat is dan misschien meer op 1-op-1 en niet voor heel de wereld. Minder denk ik. Begrijp je dus dat ik een snapje naar jou stuur, jij een snapje naar mij, dat het meer persoonlijker is dan dat voor... Ik ben eigenlijk benieuwd. Of dat het nu enkel wij is die er zo over denken. Of denk jij er ook zo over? Post het ook even hieronder. Dus je kan hieronder aan posten als... of dat jij ook nog actief bent op Snapchat of dat je een beetje dezelfde mening hebt als ons daarover. En post ook nog maar waar jij denkt dat wij op citytrip gaan. Ik kijk echt zo naar uit. Hier zie ik, kijk eens. En liefje aan de kava. Het kan maar één ding betekenen. Het weekend. Is... Je bent iets te sneller. Had ik een grapje al gegaan? Nee, het is geen grapje. Het is gewoon... Het is... Weekend! Mooi.
En dat vieren we met een glaasje. En ook lekkere pasta. Ja. Voor mij hetzelfde, maar dan met anchovies erop. Ja, het is een pasta met peterselie, knoflook, olijfolie, walnoten. En ook nog rucola salade. En bij jou ligt de anchovies op. Ja. Hey. Het ziet er wel mooi uit. Hè. Het had hem wel heel goed gelukt. Dus als je het zo bekijkt. Ja, dus, goed gedaan. Mooi, hè? Nu lekker smullen. Waar we morgen naartoe gaan. Daar hebben ze dat waarschijnlijk niet. Nee. Hebben ze ook wel lekker eten, maar zo'n lekker eten zoals jij dat kan maken, zeker niet. Charmeur. En aangezien dat we vannacht vertrekken op citytrip, heb ik besloten om nu ook al mijn haren te wassen. En omdat ik het wel heel belangrijk vind dat mijn haren gevoed zijn en verzorgd eruit zien, heb ik hier een haarmaskertje. Het is een haarmaskertje van May Beauty. Het is een American Miracle Hair Mask. En zorgt ervoor dat je haar smoother, soft en shiny. Dus je haar wordt er zacht, glanzend van, zacht en glanzend van en smooth. Dus het is een heel speciaal haarmaskertje met arganolie. Het geschikt ook voor alle haartypes. Elke keer zo lees, gebruik het masker op handdoek droog haar na het douchen. Dus ik moet eerst even nog mijn haren wassen, nat maken en wassen. Nat maken en wassen, ja, zo klopt het ook. En dan daarna kan ik dan het product in mijn haar. Moet ik een mutsje op mijn haar zetten en het zo heel zachtjes inmasseren. Dus dat ga ik nu eventjes testen. Dus de eerste keer dat ik dit test, ik heb ook al andere productjes van eigenlijk May Beauty uitgetest. Ik heb daar nog meerdere dingetjes van. Onder andere een poriën masker waar ik super tevreden over ben. En ook die Incredible Face Mask is ook van hetzelfde merk. Ik ben er echt heel erg tevreden van. Dus ja, ik gebruik dat ook heel veel. Maar het is nu echt de allereerste keer dat ik dit dus ga uittesten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat werken en wat het gaat doen met mijn haar. Oké, er staat op de verpakking dat het op handdoek droog haar moet. Mijn haar is net gewassen en nu zit er een handdoek rond, dus zal handdoek droog zijn. Dan moet ik nu het mutsje uit de verpakking halen en die op mijn hoofd plaatsen. Ik zit nu trouwens in bad, dat is gewoon gemakkelijker. Jullie zien het toch niet. En ik heb vrienden. Veel vrienden. Even stilzetten. Dus ik ga nu het maskertje uit de verpakking halen. Het is een mutsje, heb ik al begrepen. Zoals jullie misschien weten, ik ruik echt aan alles. Dit ruikt eigenlijk super lekker en ik herken de geuren, maar ik weet eigenlijk niet naar wat het ruikt. Net een beetje naar katoen ruikt of zo. Zo, als ik de verpakking open doe, dus gewoon aan de bovenkant open doe, zit er dit in. Ik heb nog nooit eerder zo een maskertje uitgetest, dus ik ben heel benieuwd wat dit nu gaat doen. Er zit een substantie in, zo. Hier zit zo iets van de gel. Oh, dat ruikt echt lekker. Ik denk dat ik dat gewoon op mijn hoofd moet doen. Oh nee, even eerst mijn haar omhoog natuurlijk. Zo. Dit ziet er een beetje dom uit, maar ik denk dat ik het niet goed doe. Ik denk dat ik nu hier achteraan zijn een stickertje, dacht ik. Waar is nu het stickertje? Toch achteraan. De eerste dag zal ik het een beetje zachtjes inlasseren in mijn haar. Voor jullie ziet het er misschien een beetje vreemd uit. Het voelt ook vreemd, maar als het werkt, dan heb je het er zeker voor over. Ook dat ik ook nog iets zie.
En nu ga ik hier het stickertje strakker trekken. Zo, ik heb hier nu een stickertje gedaan. Ik weet niet of jullie het gaan kunnen zien. Oh, het komt terug los. Het ziet er zo dus nu uit. En nu ga ik het een half uurtje laten inwerken. En zolang het dus in bad zitten. Ik ben er trouwens achter geraakt dat ik eigenlijk het May Beauty logoetje aan de voorkant had kunnen doen. Dus ik heb het nog eventjes omgedraaid. Maar ik wou jullie toch ook nog eventjes tonen dat jullie het ook weten. Dus hier van voren kan ik het gewoon veel gemakkelijker ook vastkleven. Dan zie ik het tenminste ook. Dus zo ziet het er nu uit. Ik vind het eigenlijk wel schattig. Eigenlijk zo precies een badmutsje. En het geluid is ook een beetje zoals een badmutsje. En ja, ik vind het eigenlijk niet echt storend. Ik voel bijna alsof ik niets op mijn hoofd heb. Dus dat is wel positief. Nu even een half uurtje. Ik denk dat het een half uurtje is. Even terug de verpakking zoeken. Nu moet ik het... Laat het masker 30 minuten zijn werk doen en was het goed na. Dus nu laat ik het een half uurtje op mijn hoofd staan en dan ga ik het weer lekker afwassen. Ik ben weer terug uit bad. Mijn haren die zijn terug droog en het ziet er echt heel erg mooi uit. Mijn haar valt heel erg stijl, dat is wel handig. Mijn haar is ook super, super zacht. Het voelt gewoon heel veel gezonder aan. Dus het is echt de eerste keer dat ik het nu uittest en ik weet zeker dat ik het masker nog wel vaker ga gebruiken. Het is gewoon... Jullie zien het zelf ook waarschijnlijk. Ik kijk gewoon. Mijn haar is gewoon zoveel gezonder. Ik ben er echt helemaal fan van. Het is echt ook gewoon zo zacht. Het is echt jammer dat ik nu moet gaan slapen. Het zou echt perfect zijn om nu gewoon eigenlijk ermee rond te lopen en zo. Maar ik hoop en ik denk dat het er morgen ook nog wel goed zal uitzien. Het is tenslotte ook maar een paar uur dat ik in mijn bedje kruip. En ik zal ervoor zorgen dat mijn haar... voorzichtig ligt in bed, dat er zeker geen kneukels of kreukels in mijn haar komen. Voel je een verschil aan mijn haar? Ja. Wat voel je? Het is zachter. Ja. Hoe komt dat? Ik heb een haarmaskertje geprobeerd. Maar ik moet het eigenlijk niet doen, ik heb zo al gewoon een snop. Ja, je moet dringend je baard gaan aan het doen. Ja, dat ga ik aan doen. Ja, en terwijl ik hier ook onze vlog afsluit, het is alweer bijna 10 uur. En vannacht moeten we weer opstaan. Het is 10 uur, precies. Ja. Toch wel. Dus we gaan nu slapen. Je weet nog niet waar we naartoe gaan, hè? Nee. Maar misschien weet je het wel al als je ons volgt op Instagram. Ja. Tot morgen! Dag! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.